de step, op de step, ik ben zo blij dat ik hem heb. En nou eens even zien, waar rij ik nou naartoe? Het is een speciale editie van De Step, waarin we een aantal Prins Carnavallen introduceren. U bent de baas over Os in februari, een aantal dagen. Komt daarmee een lang gekoesterde wens uit? Nee, ik heb er eigenlijk nooit over nagedacht. En het leuke is, je kunt het ook niet uitkiezen. Je kunt geen Prins Carnaval worden, je wordt gekozen. Dus toen ik half september benaderd werd door de president van de stichting Carnavalsviering Os, toen bleek dus dat ik een van de nominaties was die door de geheimraad waren voorgedragen. En toen hij mij dus vroeg of ik Prins Carnaval wilde worden, de 48e dit jaar, toen heb ik eigenlijk meteen ja gezegd. En wat was dan dat ja? Meteen enthousiast? Of wat was dan de reden daarvoor? Nou, ik vond het een hele eer. En als geboren en getogen Ossenaar dacht ik van, hey, als ik dit één keer mee mag maken, dan moet ik daar niet over twijfelen, dan moet ik gewoon ja zeggen. Carnaval is natuurlijk een heel groot iets in Berchem. En wordt door jong en oud wordt het heel erg geleefd en beleefd. Dus ja, goed, als je dan de carnavalsperiode de hoogste van Berchem mag zijn, ja, dat vind ik toch echt wel een hele eer, ja. Ja. Je bent ook echt geboren en getogen in Berchem? Geboren en getogen, geboren op een carnavalsvrijdag. Dus het zit er echt in de genen, zeggen ze dan. En ook echt vanaf de basisschool al een echte carnavalsvierder? Ja, vanaf de basisschool. Mijn vader is zelf ook Prins Carnaval geweest, dus ik kon er gewoon niet omheen. En hoe was dat voor hem? Want ik neem aan dat hij ook wel trots is op jou. Nou, mijn vader heeft dit jaar afscheid genomen van de carnaval. Hij heeft er 15 jaar bij gezeten. En tot dit jaar wist hij ook elk jaar wie de prins was. Hij heeft zelf ook in die geheime commissie gezeten. Alleen, nu was het dus een complete verrassing dat in één keer zijn zoon daar op het podium stond. Hij wist echt helemaal nergens van? Nou, het was zelfs ingefluisterd dat iemand anders prins zou zijn. Dus hij stond daar en zeiden mensen, nou volgens mij wordt jullie Geert prins. Maar nee, daar weet ik zeker van niet. Maar ja, dus toen stond ik daar. Ik weet dat als je carnaval gaat vieren, dat allemaal feestjes achter elkaar zijn. En ik hou best wel een feestje. Dus op het moment dat ik uitgenodigd word om een heleboel feestjes achter elkaar te mogen vieren, ja, dan wil ik dat graag doen. En natuurlijk, als prins carnaval, sta je natuurlijk in het middelpunt. En ja, dan maak je het op een andere manier mee als dat je dat vanaf de zijlijn doet. En u staat graag in het middelpunt? Ik ben ondernemer en heb 42 mensen in dienst. En moet af en toe in het middelpunt gaan staan om in ieder geval de mensen duidelijk te maken hoe ik het graag zie. Dat is geen antwoord op de vraag natuurlijk. Hè? Die aandacht, is dat leuk of is dat meer een soort van noodzakelijk kwaad om iets te kunnen doen? Ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet erg vind om voor mensen te praten, voor mensen te staan, om iets leuks te doen. Ik was er niet bang voor. Maar naarmate ik nu in die rol wat meer tijd heb doorgebracht, is het gewoon heel erg leuk. Het is natuurlijk televisie, mensen kunnen niet voelen hoe koud het is. Even voor de duidelijkheid, hoe koud is het? Hoe koud is het? Het is in ieder geval het tegenovergestelde van de zomer. De gevoelstemperatuur die ligt denk ik op een graadje of min 15. 21 jaar, jong. Ja, ik denk dat je de jongste prins bent ooit in Lid. Dat klopt, de jongste ooit. De rest waren allemaal een stukje ouder. Dus ik heb de eer om als jongste over het Veldhazenrijk te mogen regeren. En daar heb je altijd al van gedroomd om die functie te krijgen? Eigenlijk niet. Ik heb voorheen altijd zelf in de carnavalsclub club gezeten. Welke? CV doet er nu toe, was er destijds. Die zijn eigenlijk uit elkaar gegaan. Toen ben ik sinds vorig jaar bij de Rad van Elf gegaan, hadden ze mij gevraagd. En ja, dit jaar dus uitgekozen als prins zijnde. En toen hoorde jij dat je het ging worden. En wat dacht jij toen? Hè? Ik? Waarom? Ja, in het begin had ik wel echt zoiets van, wat raar, zo jong, dat zou wel een grap zijn. Want er was ook onder de not van een flesje bier vroegen ze het eigenlijk. Dus toen daarna belden ze nog een keer op die week. Of dat echt? Ik zeg, ja, dat is toch wel een grapje of niet? Maar nee, het bleek echt te zijn. Dus toen heb ik eigenlijk zonder te twijfelen meteen ja gezegd. Zonder te twijfelen, omdat je het meteen heel leuk vond? Of wat was dat dan? Ja, ook sowieso. Ons opa die is nou sinds kort afgelopen maandag overleden. Ook altijd zelf in de carnavalswereld gezeten. Twee keer Prins Carnaval geweest. Het gehandicapte bal en zo mee opgezet. Was hij altijd heel fanatiek in. En ik denk, nou, dat lijkt me een eer om dat ook te mogen gaan doen. Dat is dan wel, denk ik, voor jou emotioneel. Want ja, het zal best af en toe zwaar zijn. Maar ja, hij heeft altijd gerre gewild. En ook ben ik als prins zijnde nog bij ons opa geweest. Die vond het kei mooi. Dus ja,
voor hem ga ik het ook helemaal vervullen dit jaar. Op zich wel een uniek stukje natuur nu, hè? Overal ijs, ganzen die over de weg heen lopen. Ja, ja, het is ongekend. Ja, de rust die zal over een weekje zal die wel bruut verstoord worden. Ben je er nou echt elke dag al mee bezig? Dat je al een soort van voorpret hebt na die paar dagen. Het zijn maar 4 dagen in principe, hè? Ja, het zijn 4 dagen. Alleen al sinds november heb ik al voorpret. Natuurlijk eerst in het heel erg geheim. Want pas halverwege januari werd ik onthuld aan het publiek. Waar veug je nou het meest op eigenlijk? Ja, waar vreugd het meest op? Ik heb, vanmorgen heb ik nog even een agenda zitten maken. We hebben elke dag, is er wel iets. En om dan iets specifiek uit te pakken, denk dat ik het ander weer tekort zou doen. Het is, je wordt gewoon enorm geleefd en er zijn zoveel leuke dingen. Dus om daar verschil in te maken, nee, het zijn echt allemaal hele leuke dingen. Ik heb overal zin in, dus ja. Ja, we hebben misschien anders gevraagd. Iets waar je tegenop ziet van, nee, daar heb ik nou echt geen zin in. Ook dat niet? Nee, ook dan niet. Want ik hoor wel eens van, we moeten ook naar het bejaardenhuis Wilmerthof. Maar dan kom ik als fysiotherapeut ook. Ja, daar word ik dan ook herkend. En ja, lijkt me ook heel leuk om daar te zijn. Nee, gewoon heel leuk. Ja, misschien dat ik optie tegen het einde van de carnaval, laat ik zo zeggen, dat dan weer voorbij is. Het is hier echt ontzettend koud, hè? Ja. Waar zijn we eigenlijk mee bezig? Hier op de dijk, min 14? Alleen het hoort erbij, zeggen ze. Ik vind het ook wel heel erg leuk om te doen, hoor. Dus daar heb ik wel even voor over. Heb je ook ergens een plek waar we warm kunnen zitten hier in Ravenstein, wat leuk is? Wat leuk is in Ravenstein, daar zijn natuurlijk een heleboel plekken. Alleen we kunnen natuurlijk dadelijk wel even naar onze residentie gaan. Dat is Stadsherberg de Keurvorst. En hebben ze dan warme chocolade met slagroom? Dat moeten we even vragen, maar een biertje hebben ze daar ook al. We hebben heel weinig bouwschuren. De boeren die willen de andere mensen er niet graag in hebben. Dus zodoende hebben wij ook buiten moeten bouwen 4 jaar lang. Echt gewoon helemaal in de kou. En dat is helemaal geen doen. En daarom hebben wij hier in Lid ook maar eigenlijk 1 à 2 echt vaste lidse groepen die wel nog bouwen. Ja, en de rest van de wagens die hier zijn, dat zijn of loopgroepen of groepen uit andere plaatsen? Ja, heel veel loopgroepen en groepen vanuit de andere plaatsen. En nu heb je een bepaalde functie, je bent ook een hoogheid, hè, tijdens carnaval. Heb je nou niet de mogelijkheid in deze functie om een beetje de gemeente te bespelen en daar aandacht voor te vragen? Dat gaan wij inderdaad doen. Wij moeten 12 februari met een sleuteloverdracht, mogen wij een zin doen namens de carnavalsvereniging aan de burgemeester. En daarom gaan wij ook inderdaad vragen om een bouwschuur voor onze jong. Want hoeveel groepen zijn er in Lid en hoeveel groepen zouden dan van zo'n loods gebruik kunnen maken? Er zijn sowieso in de afgelopen 4 jaar denk ik dat er al 3 à 4 groepen gestopt zijn van de grotere die gewoon niet meer konden bouwen. En wat heb je dan nu dan nog over? Nou hebben we nog maar eigenlijk 1 echte groep, maar die zijn ook met Lids en Lettoijse door elkaar. En dan hebben we nou 1 groep die komt er nou aan voor de volwassenen erbij. Maar jij denkt als er een plek is waar gebouwd kan worden, dat ook dat aantal meer gaat worden? Dat denk ik wel, ja. Want ze willen het wel, maar ja, er is geen plek voor, dus dan houdt het op. En de reden dat de boeren niet meer willen dat jullie komen bouwen in de schuur, heeft dat te maken met te veel rotzooi veroorzaken? Ja, ook. En gewoon de eigen apparatuur die ze natuurlijk in de schuur hebben. En ook niet alle jeugd is betrouwbaar in die dingen. Is het nog ver? Ja, het is frips, hè? Nou, ik heb mezelf erop gekleed. Alleen jullie hebben volgens mij kouder dan mij. Maar goed, het is niet meer zo ver, hoor. Ravenstein is niet zo heel groot. Dus nog een paar honderd meter en dan gaan we lekker naar binnen. Chocomel, chocomel. Nou, doe mij maar een biertje. Nou heren, we zijn er. Lekker naar binnen, lekker de warmte in. Dan gaan we er snel eens even eentje pakken. Houdt u eigenlijk van carnavalsmuziek? Jawel. Ik heb afgelopen zaterdag ben ik bij het Maaslandse Kapellenfestival geweest. En daar waren 8 kapellen of 7 kapellen en die hebben daar lekkere carnavalsmuziek staan te blazen. En uiteindelijk ja, hoort dat erbij. En wat is dan uw ultieme carnavalsklassieker? Nou, bij ons staat op de keukendeur, denk ik. Maar ik moet eerlijk zijn, ik heb afgelopen zaterdag, wat ik al vertelde, bij het Winterhuis gestaan. Of bij het Glazen Huis op Winterland. En daar had een van de Osse artiesten had daar een plaatje uitgegeven van Randy Voets. Dat heet Hey 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 Hey. Nou, ik denk dat het mijn carnavalsnummer gaat worden. Dit vind ik geweldig. Goedemiddag. Hey Jan. En een biertje. Ja, doe mij maar een biertje, alsjeblieft. Ja, even opwarmen naar die kou buiten. Jazeker, het was even nodig. Hebben jullie je chocomelletje ook al besteld? Ja, dat komt helemaal goed. Geen zorgen. Even over jouw naam. Het is Reinoud, maar je heet Hein. Hoezo Reinoud dan?
Hier in het Pomperstadje kennen wij onze tradities van de Reinouds. Dus, ja, dankjewel. Dankjewel. Dat is een mooi gezond biertje. Kennen wij de traditie van onze Reinouds. En dat stamt af van Reinoud van Valkenburg. En dat is een van de grondleggers van Ravenstein. Dus iedereen die hier stadsprins wordt, heet gewoon Reinoud. Ja, en ik ben Reinoud de 17e. U gaf aan dat uw vrouw direct enthousiast was over het worden van de stadsprins. Gaat ze ook dan alle dagen mee straks? Ja, ja. Samen met haar zus, dus met mijn schoonzus, hebben ze eigenlijk een soort convenant gesloten om bij eigenlijk alle evenementen aanwezig te zijn. Daar hebben ze de kledingstijl een beetje op aangepast, dus dat ze echt wel opvallen als zijnde de vrouwen van de prins en de adjudant. En ja, ze vinden het denk ik even leuk of misschien nog wel leuker als wij tweeën. Dus nee, die heeft er heel veel zin in ook. En uw kinderen? Mijn kinderen niet. Dat zijn echt niet echt feestneuzen. Ze waren wel bij de onthulling, dus dat vonden ze wel heel erg leuk om te zien. Dat zijn nog geen echte carnavalsvierders. Dat gaat nog goed komen, denkt u? Nou, wie weet. Ik heb natuurlijk ook een prinsengarde. Ik heb een raad van 11. Allemaal jonge jongens en jonge dames. En mijn jongste, Julia, is 14. Misschien zou ze misschien een keer een jaartje prinsengarde leuk vinden. En de oudste, Bob, is 18. Misschien zou die een jaartje willen bij de raad van 11. Dus dat zou nog kunnen. Berghem carnaval is gewoon een groot hoogtepunt. Ik zeg al, het begint vrijdags en het eindigt eigenlijk woensdagavond. Met natuurlijk als hoogtepunt de verlichte optocht die eigenlijk iedereen gezien moet hebben. Dus als je mensen moet overtuigen. Ja goed, het is misschien Euro Disney op zijn berg, zeg maar, met alle lichtjes en zo. Zo mooi dat het is. Dus ik denk dat in ieder geval wel genoeg overtuigend moet kunnen zijn. Ja. Ja, want we komen weer op die optocht uit. Dat is toch wel waar ook mensen waarschijnlijk van buiten Berchem en misschien wel uit andere delen van Nederland speciaal van hier komen om die optocht te zien. Ja, ze komen uit alle hoeken van Nederland. Goed, ik ben nooit buiten het parcours geweest. Maar als ik van verkeerscoördinatoren begrijp dat er bussen mensen komen. Ik heb zelf in Duitsland gewerkt. Er kwamen ook mensen uit Duitsland die kwamen kijken. Dus ze komen echt uit alle windstreken komen de mensen kijken, ja. Een bepaald motto heeft elke prins altijd. Heb je ook een motto dit jaar? Wij hebben ook een motto. Dat is ga bij ons, lekker uit je bol. Wij zorgen voor de paracetamol. En dat is een zin die ineens in jullie opkwam? Of? Ja, wij zaten bij elkaar een hoop te regelen en we moesten een eigen motto hebben. En ja, dat leek ons keimooi. Dus met carnaval zelf zullen we ook paracetamol bij hebben. Voor degene die het nodig heeft. Ja, want normaal gesproken, dit jaar ga je netjes houden, dat hebben we vastgelegd. Maar als je ik heb het dit jaar niet nodig. Maar normaal gesproken, hoeveel bier gaat er dan op één dag doorheen? Ja, dat ligt eraan hoe dag is. Maar moet ik dan denken aan meer dan 20 of is dat nog te laag ingeschat? Ja, ik tel ze niet. Het is gewoon altijd lekker gewoon een pilsje pakken. Het is niet dat ik maar helemaal onderuit ga drinken, maar gewoon lekker een pilsje. Pas er al bij. Kunnen we een toast op iets uitbrengen om de uitzending af te sluiten? Natuurlijk kunnen we een toast uitbrengen. En de toast die brengen we denk ik uit op mijn motto van het jaar 2012. Want zoals het iedere stadsprins betaamt, iedereen heeft wel een eigen motto. En hoe toepasselijk kan het zijn voor hier in het Pomperstad? Mijn motto voor 2012 is, loop maar naar de pomp. Nou, proost. Proost. Step, op de step, ik ben zo blij dat ik hem heb.